En bij mij heb ik vandaag de heer... Arjan Boekmans. Arjan, jij bent een van de mensen die nou ja, de hele boel hier op stel te zetten, zo'n beetje, geloof ik, of niet? Ja, we maken er weer een mooi feestje van. En ja, nu op het Louis Jansplein met de Huttenbouwmiddag. En de rest van de week mooie dingen op de kade die georganiseerd worden. Ja, de Huttenbouwmiddag. Hij is weer terug, hè, van weg geweest. Ja, zeker terug van weg geweest. En als ik hier gewoon achter mij kijk hoeveel kinderen nu alweer aan het bouwen zijn voor ja, eigenlijk de eerste keer voor ons dat het weer terug is, vind ik het fantastisch om te zien. Ja. Ja, heel mooi om te zien, hè. Wat een ijver van al die kinderen en ouders en vrijwilligers, toch? Ja, zeker een ijver. Want als ik dan zie bij... waren iets eerder klaar met alles klaarzetten. En dat kon kinderen al een uur van tevoren stonden van mogen wij al bouwen. En ja, dat er dan nu zoveel zijn gekomen vind ik prachtig. Ja, nou dat blijkt wel dat het een succes is dan. Wat is er nog meer te doen deze week? Ja, het is onze eerste activiteit. Vanavond hebben we een heel mooi orkest zitten van Defensie op de Maaskade. Morgen hebben wij de jubileumeditie van de Zeskamp, de 25e keer. Morgen, dat is de woensdag. Ja, is de woensdag. Dan hebben we de Jennis Smakelaar Vierdaagse Zeskamp. En ja, er zijn daar weer mooie spellen en ook weer mooie prijzen te winnen om in de eregalerij van alle winnaars van de Zeskamp te komen. Ja, dan hebben we de donderdag. Ja, dat is een beetje de ceremoniële dag met heel veel defensiezaken. We beginnen dus middags met een defensiemiddag waar Defensie wat... zaken laat zien van die ze doen. Aan materiële staat er wat een promotiebus. Als ik het goed heb, komt er ook nog een duikcontainer. Kunnen ze zien hoe de duikers werken bij Defensie. Dan rond 6 uur zal de bruglegging zijn. Met daarna een ceremonie van de burgemeesters die de brug openen. En dan kunnen mensen eventjes een oversteek wagen naar de overkant van de Maas, naar het Limburgse land. En dan moeten ze wel weer op tijd terug zijn aan onze kant. Want dan hebben we natuurlijk het Vierdaagse Orkest, die een geweldige optreden gaat geven tijdens het kaderconcert bij ons op de Maaskade. Dan hebben we nog een aantal defensieorkesten die bij het Ponteliersbal in het centrum hun kunsten vertonen. Ja, ik zou zeggen, wij hebben hier de Vierdaagse feest en ja, ik hoor dat Nijmegen af en toe vol zit. Maar hier hebben wij nog zeker wel plek voor nog wat mensen die willen komen kijken en genieten van hier de Vierdaagse feesten. Jazeker, en dan is er nog de vrijdag. Ja, de dag van Kuik, hè? Ja, de dag, de belangrijkste dag voor alle wandelaars. Want ja, de laatste dag moet je volbrengen om het Vierdaagse kruisje te kunnen bemachtigen. Maar ja, voordat je het hebt, moet je eerst naar de Kuik wandelen. Over dit hele mooie Louis Jansenplein, waar de burgemeester zal staan. Dan richting de Maaskade, waar DJ Jan alle wandelaars staat op te wachten. En dan natuurlijk de pontonbrug over. En dan de laatste kilometers richting Nijmegen, naar de Via Gladiola. Het is ook gewoon een geweldig evenement. En ik hoop dat we dit nog jaren in Kuik kunnen verwelkomen de Vierdaagse is. Dat hopen we allemaal. Nou, dankjewel voor je tijd. Ga je zelf ook nog een beetje timmeren vandaag? Ik houd een beetje in de gaten of dat alles goed getimmerd wordt. Maar de kinderen mogen vooral timmeren en ik kijk alleen maar toe.